politiek is belangrijk omdat het gaat om het algemeen belang. En dat is natuurlijk waar ik mijn tijd en mijn werk aan besteed. We staan hier nu op een opleiding, dat leerlingen en studenten ook gewoon met elkaar het erover hebben, met de docenten erover hebben. Voor mij als docent burgerschap is politiek ook heel belangrijk vanwege de democratie die we moeten koesteren met elkaar. Burgerschap is heel breed, dus je bent niet alleen maar met politiek bezig. Het is één van de onderwerpen, maar als deze verkiezingen eraan komen, ga je er extra tijd aan besteden. Voor mij is politiek belangrijk omdat we in een vrij land wonen en ik het mooi vind dat we ook als jongeren de ruimte krijgen om onze stem in te brengen. Ik hoor ook regelmatig van mensen die zeggen, ik heb de kieswijze gedaan, daar kwam een uitkomst uit, dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik op zich goed. Dus blijf bij jezelf, denk na wat je belangrijk vindt en bepaal daar je keuze op. Ga zeker met mensen in gesprek, vraag je docent, je ouders, wie dan ook, om toch uiteindelijk keuze te kunnen maken om je stem uit te brengen. Want het is gewoon heel belangrijk om wel te gaan stemmen. Ik denk zeker als je kijkt naar de agenda zoals die er is, je kijkt naar de stemwijze, hoeveel onderwerpen er gaan over de agrarische wereld. Ik merk wat in mijn klas heel erg leeft. We hebben het nu eigenlijk wel bij alle vakken over. En je merkt toch wel dat ze ook wel lichtelijk geëmotioneerd raken, omdat ze zoiets hebben en mijn toekomst dan. Dit is waar mijn hart ligt en ik kan dan later waarschijnlijk nu niet gaan doen wat ik zo graag wil gaan doen. Studenten weten niet altijd wat politiek inhoudt. En dat is ook een rol, denk ik, voor het onderwijs om uit te leggen hoe de politiek in elkaar steekt. Want om een mening te vormen is het ook belangrijk om te weten hoe het in elkaar zit. Je bent onderdeel van een samenleving. Je kunt niet zeggen ikke en de rest kan stikken. Je moet het samen doen, want anders krijg je het niet voor elkaar.